Op 6 juni 1944 begon de bevrijding van bezet Europa op de stranden van Normandië. Honderdduizenden geallieerde soldaten vechten er voor onze vrijheid. En vele duizenden zullen er hun leven voor geven in de strijd tegen het Duitse leger. De zegentocht verloopt voorspoedig. Eind augustus wordt Parijs bevrijd en de geallieerden stomen door naar het noorden. Op 3 september wordt Brussel bevrijd. En in het al meer dan 4 jaar bezette Nederland groeit de hoop op een snelle bevrijding, liefst voor de winter. De geruchten gaan dat de geallieerden op 4 september de Belgisch-Nederlandse grens overgestoken zijn. De Duitsers slaan massaal op de vlucht naar het oosten, naar Duitsland. De vlaggen worden uitgehangen en de mensen beginnen spontaan feest te vieren op straat. Dolle dinsdag, 5 september. Het gerucht blijkt echter ook een gerucht te zijn. De geallieerden zijn nog niet in Nederland en de Duitsers keren terug op hun post. Eind september 1944 is België bevrijd. Op 17 september starten de geallieerden de operatie Market Garden met het doel snel een wicht te drijven in Zuidoost-Nederland om van daaruit Duitsland en met name het Ruhrgebied binnen te vallen. Op 18 september 1944 wordt Eindhoven bevrijd en Nijmegen volgt op 20 september. Maar toen stokte de aanval voor Arnhem. En duizenden soldaten en burgers verloren tijdens de operatie Market Garden het leven. De Duitsers hielden stand, zoals u op de foto kunt zien. Vanaf oktober 1944 richtten de geallieerden zich op de bevrijding van Zuid-Nederland en met name het midden en westen van Noord-Brabant en Zeeland om te voorkomen dat de Duitsers de havenstad Antwerpen opnieuw in kunnen nemen. Deze operatie, welke op 20 oktober begint, wordt operatie Pheasant genoemd. De geallieerde legers trekken op naar Tilburg. Opnieuw komt de aanval, daarna tot stilstand bij de grote rivieren. Noord-Nederland en een groot deel van Limburg gaat onder het Duitse juk de zeer koude winter 1944-1945 in. Geallieerde soldaten nemen in oktober 1944 deel aan operatie Pheasant, dit onder bevel van generaal Barber. Hij leidt de 15e Schotse divisie. Ook de in 1941 in Engeland opgerichte Nederlandse Prinses Irene Brigade neemt deel aan de operatie. Op 25 oktober 1944 is het de Prinses Irene Brigade die vanuit Hilvarenbeek de aanval op Tilburg opent, gesteund door de artillerie van de Schotten en het geschut van de Irenebrigade. Al ter hoogte van de hoeve de Westerik, langs de weg Hilvarenbeek-Tilburg, ondervinden de soldaten hevige tegenstand van de Duitsers. Aan de kant van de Irenebrigade vallen 3 doden en tientallen gewonden te betreuren. De overmacht is te groot. En de Irenebrigade trekt zich 's avonds terug tot zo'n 200 meter voor de brug over de Nieuwe Lei bij Broekhoven. Een Tilburgse mevrouw schreef in haar dagboek een verslag over de beschietingen. Donderdag 26 oktober begonnen 's morgens de granaten al vroeg te fluiten. Iedere keer hoorde je de ontploffing bij het afschieten en daarna het gefluit van de granaat. In de tuin hadden we een schuilkelder gemaakt, maar niemand heeft erin gezeten. De hele morgen hebben ze de bruggen onder spervuur gehouden. De moffen hadden alles opgeblazen. Fabrieken, seinhuizen, wissels, telegraafbureaus, postkantoor enzovoort enzovoort. Donderdagavond hebben we de bedden van boven gehaald en in de huiskamer gelegd. We sliepen met 6 naast elkaar en Jan sliep op de divan. We gingen de nacht met schrik tegemoet. Wat niet te verwonderen is. Donderdag 26 oktober hervat de Irenebrigade om 6:30 's ochtends
de aanval op Tilburg. En wederom krijgen ze ondersteuning van de artillerie, die wel veel last heeft van de mist die hangt bij de Oude en Nieuwe Lei. Er wordt hevig gevochten bij de fabriek van Pieter van Doorn, waar nu het Elisabeth ziekenhuis staat. Weer vallen er 3 doden en diverse gewonden. De Irenebrigade moet weer terugtrekken. Het drassige Leidal, waar de Oude en de Nieuwe Lei doorstromen, vormt een grote barrière. Vrijdag 27 oktober om 7 uur 's ochtends krijgt de Irenebrigade opdracht om zich te verplaatsen richting Poppel en Weelde. De aanval op Tilburg wordt overgenomen door de 44ste en 227ste infanteriebrigade van de 15e Schotse divisie onder leiding van generaal Baumer. De beschietingen op Tilburg worden hervat en honderden huizen worden zwaar beschadigd. Ook vallen er tientallen doden onder de burgerbevolking. De Schotten weten dan nog niet dat de Duitsers zich teruggetrokken hebben uit de stad. Na de hevige beschietingen van 1 uur 's middags loopt Toon Verhagen met een laken als vlag uit Broekhoven naar de Schotse linie om te vertellen dat de Duitsers 's ochtends uit Tilburg gevlucht zijn en dat ze dus moeten stoppen met de stad te beschieten. Schijnbaar hebben de Schotten ook van andere Tilburgers deze informatie gehad, waardoor de beschietingen gestaakt worden. De beschietingen van 25, 26 en 27 oktober 1944 op de stad, voornamelijk op Broekhoven en omgeving, hebben een grote impact op de bevolking. De schade is groot. Honderden huizen zijn beschadigd, zwaar beschadigd of onherstelbaar beschadigd. Naast veel gewonde burgers zijn er ook 78 dodelijke slachtoffers te betreuren. De angst onder de bewoners van Broekhoven en omgeving is groot. 2 wijkbewoners maken er aantekeningen van in hun dagboek. De eerste aantekening. Zo hevig was het vuur dat het gieren der projectielen en het geluid der ontploffingen samensmolten tot 1 geluid, tot een ontzettend tumult. De uitwerking was dan ook verschrikkelijk. Talrijke personen werden gedood en gewond en de straten die het bombardement hadden moeten doorstaan boden een aanblik van grote verwoesting. Honderden woningen werden beschadigd. De straten waren overdekt met puin en glas. Een golf van schrik sloeg over de bevolking van de meest geteisterde wijken, vooral Broekhoven. Door een panische schrik bevangen vluchtten honderden met achterlating van alle uit de bedreigde buurten. De tweede aantekening. Al dichter en dichter slaan de projectielen in. Ik val plat op mijn buik naast een tuinmuurtje. Meer mensen kruipen tegen de huizen aan. Anderen rennen over de straat. Weer anderen liggen op de weg. Menig slachtoffer ligt even voorbij ons huis op straat. Daar worden ze reeds bij ons binnengedragen. Een bloedspoor leidt naar de schuilgang van de nieuwbouw. En niemand denkt meer aan de bevrijding. De stemming is geweldig gezakt. Men heeft mensleed gezien en onmachtig stond men er tegenover. Dr. Schuurman, huisarts op Broekhoven, woont in 1944 op de hoek Groenstraat-Broekhovenseweg. In de laatste week van oktober 1944 is hij dag en nacht in touw om slachtoffers als gevolg van de beschietingen te verzorgen. Hij is mede hierdoor, en misschien ook wel een beetje omdat hij vicevoorzitter van de voetbalclub Willem II is, een gerespecteerd persoon in Broekhoven en de rest van Tilburg. De heer Van Deurzen is bij de Vrijwillige Luchtbeschermingsdienst. Hij is hoofd van blok 611, de wijk Broekhoven. Samen met zijn team moet hij ervoor zorgen dat de verduisteringsvoorschriften worden opgevolgd, maar hij moet ook mensen waarschuwen om naar huis te gaan bij naderend onheil. Ze beschikken onder andere over gasmaskers en verbandtrommels en ze zijn herkenbaar aan een band om hun arm, zie de foto. Ze lopen veel risico, want tijdens bombardementen en beschietingen lopen zij op straat om te helpen waar nodig. Ook tijdens de beschietingen op Broekhoven. Jan de Bruin, Dominicus Voeten, Jan Konings en Anton Naikens
komen door granaatvuur tijdens hun hulpverlening om het leven. Dat er niet meer slachtoffers vallen onder de leden van de vrijwillige luchtbeschermingsdienst, wijt Blokhoofd van Deurzen aan de bescherming door Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. Hij doet zichzelf een belofte om direct na de oorlog een monument voor haar op te richten. Van het overlijden van de vier leden van de vrijwillige luchtbeschermingsdienst wordt door Blokhoofd van Deurzen melding gemaakt in de krant. Olaf Konings vertelde mij: mijn opa J.C. Konings is op 27 oktober 1944 omgekomen. Hij was lid van de blokploeg en hij werd dodelijk getroffen door een Schotse granaatscherf toen hij mensen aan het waarschuwen was om naar binnen te gaan. Precies 9 maanden later werd zijn zoon, mijn vader, geboren. Hier het bidprintje voor 10 burgerslachtoffers uit de wijk Broekhoven. Hun uitvaartdienst is op 31 oktober in de kerk van Broekhoven 2, de parochie der Heilige Familie. Het volgende verhaal over een van de slachtoffers is van Corrie van Berkel. En zij zegt: mijn neef Adrie van Loenhout was 17 jaar en woonde in de Barkstraat nummer 17, maar is omgekomen door een granaat die viel in de Klerkstraat. Hij werkte bij bakkerij Loos in de Pierstraat en tussen de middag ging hij altijd thuis eten. En op 27 oktober deed hij dat weer, al adviseerde Loos hem om dat niet te doen vanwege het gevaar. Om zijn moeder niet ongerust te maken, deed hij het toch. En in de Klerkstraat, voor de fabriek van zwagermakers en pokers, werd hij dodelijk getroffen door een granaatscherf. Op 27 oktober 1944, om 3 uur 's middags, is Tilburg bevrijd en worden de Schotse bevrijders heel enthousiast verwelkomd door de Tilburgse bevolking. In Broekhoven overheerst het verdriet over slachtoffers en schade boven de vreugde. Toch verwelkomen zij, net als duizenden andere Tilburgers, hun bevrijders. Het zal nog tot 5 mei 1945 duren voordat ook de andere Nederlanders kunnen juichen. Tot deze tijd zal Tilburg te maken krijgen met oorlogshandelingen. De Duitse massavernietigingswapens, de V1 en V2, vliegen over onze stad op weg naar Londen en Antwerpen. Maar sommigen komen niet zo ver en vallen op Tilburg, met als gevolg veel doden en veel schade. Op zondag 29 oktober 1944 wordt de stad veilig verklaard om officiële feestelijkheden te houden. Burgemeester Jan van der Mortel is, na enkele maanden gevangen te hebben gezeten in Beekvliet Sint-Michielsgestel, weer terug in de stad als burgemeester van Tilburg. Zowel hij als de Schotse generaal Barber spreekt de massaal toegestroomde bevolking toe vanaf het bordes van het Paleis Raadhuis. Generaal Barber benadrukt nog eens duidelijk de heldhaftige bijdrage van de Nederlandse Prinses Irene Brigade, die vooral de eerste en hevigste gevechten gevoerd hebben. Het volgende filmpje geeft een indruk van de vreugde en dankbaarheid van de Tilburgse bevolking en haar bestuur. Daarna zien we de Schotse soldaten een muzikale parade geven op de markt voor het stadhuis. Pas op 4 november 1944 neemt een deel van de Prinses Irene Brigade samen met de Schotten deel aan een parade op de markt. Hierbij was ook Prins Bernhard aanwezig, zoals u weet, de vader van Prinses Irene.
Op 27 oktober 1945, precies een jaar na de bevrijding, lost blokhoofd de heer Van Deurzen zijn belofte in. Op de ringbaan Zuid, op een klein pleintje tegenover de tijdens de bevrijding zo beschadigde huizen, wordt het monument Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand onthuld. De namen van de wijkbewoners die omkwamen tijdens de beschietingen in oktober 1944 staan op een plaquette vermeld, net zoals de 4 dappere vrijwilligers van de luchtbeschermingsdienst Blok 611. Op 27 oktober 1955 wordt door prinses Irene aan de Edisonlaan in Tilburg-Zuid het monument Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene onthuld. Onder hevig protest van de bevolking van Broekhoven wordt het monument in 1977 verplaatst naar de Paleisring in het centrum van de stad. In 2017 is het monument wederom verplaatst, nu naar het Vrijheidspark bij de Bisschop Zwijsenstraat. Ook de Schotse bevrijders kregen hun monument in onze stad. Scotland the Brave, de backpiper, oftewel de doedelzakspeler. SOGOT, Stichting tot Onderzoek van de Culturele en Historische Ontwikkelingen van Tilburg, was de opdrachtgever. Het beeld werd in 1989 op 28 oktober onthuld op het Stadhuisplein, het vroegere Willemsplein. In 2008 is het monument enkele meters verplaatst in verband met de reconstructie van de Cityring. En in 2017 werd ook dit monument verplaatst naar het Vrijheidspark. De herdenkingen van de slachtoffers Tweede Wereldoorlog en de bevrijding worden sindsdien in het Vrijheidspark gehouden.